In het huis vindt u verschillende onderdelen die in verbinding staan met de installaties op zolder. We lichten ze één voor één aan u toe. Dit is de verdeler. Deze zorgt ervoor dat er naar alle kamers warmte gaat voor de vloerverwarming. Het hele huis heeft vloerverwarming. Daardoor zijn er geen radiatoren, behalve de elektrische radiator in de badkamer. Deze bedient u met de knop op de radiator zelf. In alle vloeren liggen buizen van de vloerverwarming. U mag daarom nergens in de vloer boren. Vloerverwarming werkt met relatief lage temperaturen. Hierdoor duurt het langer voordat de gewenste temperatuur bereikt wordt. Het is daarom verstandig om de thermostaat dag en nacht op dezelfde temperatuur te laten staan. Zo blijft de temperatuur in de woning stabiel en verbruikt u ook minder energie. Naast verwarmen kan de vloerverwarming ook koelen. Hiermee kan de temperatuur in de woning maximaal 3 graden verlaagd worden in vergelijking met de buitentemperatuur. In de woonkamer of keuken hangt een scherm. Hierop kunt u de temperatuur in de woning aflezen en aanpassen. U kunt de temperatuur hoger of lager zetten door te drukken op de plus- en de min-toets. Houd de temperatuur zoveel mogelijk tussen 19 en 21 graden. Verander dit zo min mogelijk, ook 's nachts of wanneer u niet thuis bent. Want het opwarmen van het systeem kost veel energie en tijd. Bent u lange tijd niet thuis, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, zet dan de verwarming nooit lager dan 16 graden. Dit zijn ventilatieventielen. Hier zijn verschillende soorten van. Deze horen bij de ventilatieunit en zorgen voor de aan- en afvoer van lucht. Ze zijn per ruimte ingesteld en moeten altijd open blijven. Ze mogen dus niet worden afgeplakt, afgedekt of dichtgedraaid. Als u binnen gaat verbouwen, zet dan de ventilatie uit. Ook bij bouwstof buiten de woning kunt u de ventilatie beter uitzetten. Dit doet u door de ventilatieschakelaar in de spanningskast naar beneden te duwen. Maak ze af en toe schoon met een vochtige doek of met de stofzuiger. De ventilatie bedient u met deze draadloze schakelaar. Het ventilatiesysteem werkt automatisch. Hij meet zelf de kwaliteit van de afgevoerde lucht en past de ventilatiestand hierop aan. Zet tijdens het koken of douchen de ventilatie handmatig in de hoogste stand om extra te ventileren. Druk daarvoor op de knop met de 3 boogjes. Bent u klaar? Dan kunt u de ventilatie handmatig terugzetten in de normale stand. Dit is de knop met 1 boogje. Knippert er 2 keer een oranje lampje in het midden van de schakelaar, dan zijn de filters vies en moeten deze worden schoongemaakt in de ventilatieunit op zolder. Op de ventilatieunit vindt u een QR-code. Via deze code komt u bij het instructiefilmpje hoe u de filters kunt schoonmaken of vervangen. In één van de slaapkamers hangt een extra meter voor de luchtkwaliteit. Deze is niet aangesloten op het systeem. Geef de meter een melding, dan kunt u het ventilatiesysteem handmatig hoger zetten met de draadloze schakelaar.